hoor al dat dit tempo is echt veel te hoog. Ja, het is veel te hoog. Ja. Wat een tempo inderdaad. Ja, en dan gaan we dan nog versnellen. Ik dacht, er zijn al heel wat snelle noten. Het was eigenlijk pas toen ik daaraan begon, dat ik het idee kreeg om het over snelheid in het algemeen te laten gaan. Zou ik misschien die snelheid van het orkest nog kunnen vermenigvuldigen met een aantal factoren? Door met René samen te werken. En zodat het orkest dus eigenlijk tegen zichzelf speelt, min of meer. Hier zie je allemaal snelle nootjes. En dan die tragere noten hier, die worden uitgerekt, dus die worden verlangzaamd. En die snelle noten, die worden versneld. Dat moeten we dus nu in de loop van de komende dagen allemaal uit gaan proberen. Dat aan het slot die versnelling zo hoog is dat er daar ook een soort ruis ontstaat. Dus dat het eigenlijk over de stilte achter dat stuk gaat. Hoeveel lawaai het stuk verder ook maakt. De titel Schizzo, dat ligt naast scherzo, maar is toch ook schets. En het betekent ook een eruptieve straal, dus een vuurwerk is het ook in het Italiaans. Vuurstraal. In die titel en in het opgeschroefde van het stuk, dat je het orkest hebt en de elektronica die vertraagt en versnelt. Soms tegelijkertijd. Ja, dat maakt dat de schizo, behalve schets, ook die associatie met schizofreen wel heeft. Van een soort gespletenheid. Hij begint met gewoon te snel terugspelen en dan gaan ze uit de maat. Ja. Kijk, dan wordt het. En als hij hem loslaat, dan wordt het. Ik ben precies zoals aan het begin. Slagwerk piano harp 2-6-3. Het spannende in het stuk van Klaas is dat er veel elektronica in zit. En dat maakt het tegelijkertijd voor de dirigent heel erg spannend, omdat je dus de controle niet meer in eigen handen hebt. Dus je weet niet precies wat er gaat klinken uit de elektronica. En dat is, dat heb ik eigenlijk liever niet. Ik weet niet of met iets hardere stokken iets. Zeker zo'n stuk wat heel complex is, zoals het stuk van Klaas de Vries, is dat je herinnert je bepaalde fragmenten. Maar die vermengen zich ook een beetje met andere dingen. Je herinnert je niet precies. En dat is wat er gebeurt ook in het terugspelen van de elektronica. Is alsof alsof de muziek een klein beetje op de loop gaat met je eigen geheugen eigenlijk. Aan de ene kant gebeurt er heel veel. En tegelijkertijd lijkt het alsof er een soort stilstand is in de lucht, bij wijze van spreken. Maar het is net alsof die de tijd heel eventjes stilzet. Deze ga je horen, behalve als die ineens zenuwkaart, dan komt hier dan. Oh. Ja, dus het speelt gewoon mee. Ja. Ja, maar het werkt steeds perfect ook. Ja, je zit gewoon te wachten op dit. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets maak zonder ergens op te speculeren. Nee. Omdat het niet interessant is, volgens mij. Dan krijg je oude mannenmuziek.